RTV De Valuwe is vandaag weer op bezoek in Gassel. Het is maar een klein dorpje, ruim 1000 inwoners, maar toch is er altijd veel te doen. Vandaag ook weer de Highland Games. Gassel die gaat richting Schotland. Ja, en bij mij Arthur Rikke. Arthur, Schotland in Gassel vandaag, hoe komt dat zo? Nou, we hebben een tweetal jaren terug hebben we samen zitten brainstormen om te kijken hoe dat we een nieuw familie-evenement op de kalender konden zetten. Er was een enquête geweest onder de Gasselnaren en daaruit kwam naar voren dat er een gebrek was eigenlijk aan een evenement waarbij heel veel verschillende doelgroepen bediend werden. Nou, zo zijn we gaan brainstormen en uiteindelijk kwamen we tot het idee om een soort van zeskamp dan met een Schotse tint te gaan organiseren. Er staat jullie een prachtige dag te wachten, denk ik, of niet? Ja, absoluut. We hebben er enorm veel zin in. We zijn echt al maanden geleden begonnen met voorbereiden. Heel veel vergaderen. Heel veel dingen regelen. En de afgelopen week vanaf maandag tot en met nu, vanochtend eigenlijk, hebben we alles opgebouwd. Dus we staan te popelen om eindelijk te kunnen beginnen. Dus nog een klein kwartiertje, denk ik. En dan gaan we starten. Arthur, zo'n organisatie, dat kost heel veel mensen, maar dat kost ook heel veel geld nog, hè, om alles. Hoe bekostigen jullie dat? Ja, absoluut. Dat kost inderdaad behoorlijk veel geld. Gelukkig is de Gasselse gemeenschap heel erg goed gezind en hecht wat dat betreft. Dus we hebben bij de verschillende bedrijven hier in Gassel, maar ook in de regio daaromheen, gezocht naar sponsoring. En ik moet zeggen dat is echt heel erg goed verlopen. Dus we zijn enorm blij met al de steun die we hebben gekregen van alle sponsoren. En daarnaast hebben we ook heel veel steun gekregen van diverse vrijwilligers die bijvoorbeeld als scheidsrechter hier rond kan lopen en mensen die achter de bar staan. En, zo hebben we heel veel, van heel veel kanten hebben steun gekregen en daar zijn we enorm blij mee. Nu kan ik me voorstellen, het is eigenlijk toch een soort van wedstrijd ook, hè? Valt er nog iets te winnen? Ja, er valt zeker iets te winnen. Dat is een uiterst mooie bokaal die wij vorig jaar beschikbaar hebben gesteld gekregen van de ouders van Mark Peters. Mark Peters was een van de organisatoren, de grondleggers van het evenement. En hij is helaas vorig jaar, één week voordat het evenement ging plaatsvinden, onverwachts overleden. Zijn ouders zijn een week later toch gewoon hier op het evenement verschenen. Hebben die bokaal voor ons beschikbaar gesteld. Die kunnen de deelnemende teams aan het einde van de dag winnen als ze het finale spel hebben gewonnen. Ja. En we gaan straks aan het begin van het evenement gaan we Mark Peters ook nog even op gepaste manier eren. Ja. Dus Mark die zal nog jaren in gedachten blijven dankzij deze Highland Games. Absoluut. Heel belangrijk. Ja. Nou, ik wens jullie een geweldige dag en heel veel plezier vooral. Dankjewel. Jullie ook. We gaan in deze editie even stilstaan het overlijden van Mark Peters vorig jaar op 26 mei. Heel onverwachts. De stuwende kracht achter de editie. Mark was een van de grondleggers van dit evenement. Een erg fijn persoon, een prettig iemand om mee samen te werken. Om deze reden hebben wij ook onze wisselbeker naar hem vernoemd. De ouders van Mark hebben deze prachtige trofee beschikbaar gesteld. De Mark Peters wisseltrofee. Deze is vorig jaar overigens gewonnen door de Zijspanbende. Door middel van een nummer willen we Mark vandaag nogmaals eren, een van Mark's favoriete nummers. Onze doedelzakspeler zal dit nu ten gehore brengen. Als je van boven meekijkt, hopen we dat je net zo leuk kunt genieten van deze dag als wij. Het winnende team van vorig jaar, de woordvoerder hier, de captain. Ja.
Hoe heet jullie team? Zijspanbenden, nummer 4 1/3. Oké, ik ga niet vragen hoe jullie aan die naam komen, maar hoe was het om winnaar te zijn vorig jaar? Ja, het was super. We dachten eigenlijk, we hadden in de voorrondes alles verloren van het team waar we tegen moesten. En uiteindelijk stonden we toch in de finale en toen wonnen we van hun. Toen hebben we gewonnen. Hoe kan dat? Hebben jullie hen vol met bier gegooid? Ja. Of zijn jullie zelf vol met bier gegooid? Hoe gaat dat? We hebben een lijst bijgehouden met het aantal bier wat we op hadden. Het was elke keer een ronde van 7 bier. En uiteindelijk zijn we 215 biertjes uitgekomen en de hoofdprijs. Dus we gaan dit jaar hetzelfde plan aanhouden. En dan weet ik zeker dat we weer winnen. Ja, dat is jullie tactiek. Gewoon bier erin. Ja, bier erin is het belangrijkste. En dan komt alles goed. Ja. Maar hoe is de spirit vandaag? Want na de winnaar zijn van vorig jaar is het toch wel een druk, of niet? Ja, maar wij kennen geen druk. Nee. Wij kennen geen druk, hè, mannen. Nee. Houden we er zin in? Kijk, nou, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. De spirit is goed. Ja, klinkt heel enthousiast. Hebben jullie ook nog een slogan of zo? Een kreet? Een power iets? Ja, 7 bier en veel plezier. Dat is hem. Een prachtige afsluiting. Dankjewel. Succes allemaal. Dankjewel. Graag willen we het dan maken op het waterbazaar in het midden van de arena. Het is niet toegestaan voor kinderen zich daar te bewegen. Gaan wij naar achter? Oké, dus de spanning van de eerste ronde zijn de wandelen, de A's zoals iedereen ziet. Krijg 8 minuten de tijd en de hoofdplan van de A's zoveel mogelijk meters te maken. Waarbij 1 team in de wandelen de A's staan. Het maximaal behaalde punt is hier 5. Oké, dan wil ik de organisatie verzoeken om de spanning op te bouwen. Komi, Hans namens 2 uur, Loonbedrijf Gerrits,
Hovenier van Prijs Nibbeling, Drukwerk voor jou, Nico, Peter Schaap, Toto Regensen, Peter van Haren. Installatie, haarinstallaties, MTH Electro, Optiekjes beschaven, houten schilderwerken, Gekomi, Hansnamers Tweewielers, Loonbedrijf Gerrits, Hoveniersbedrijf Nibbeling, Drukwerk voor jou, Nico, Peter Schaap, Toto Regensen, Peter van Haren, BVH en ik knip het ook in dus. Rechts een beetje, dik! Ja, dit is een klein beetje zo. Ja, die pakken we. Kom binnen! Harry, je moet dat lekker doen! Ja, Harry, je trekt het doen! Ja, de feestjes konden! Wat is dit? Games onderdeel.